Hallo, dit is weer Kies een deck. Ik heb hier mijn allereerste deck. Dit is de Gilded Tarot deck. Dan heb ik de Light Seers Tarot. En ik heb de Tarot der Goden. Dus welke spreekt jou aan? 1, 2 of 3? Kan ook een combinatie zijn als je niet kunt kiezen 1 en 2 of 1, 2 en 3 of 3, 1 of 3 en 2. Eventjes voelen, kijken van goh, wat voor cijfer krijg ik precies door en maak je keuze. Nou, ik begin met deck 1, dat is de Gilded Tarot. En bij alle decks doe ik twee kaarten kiezen van deze Queen of Moon Oracle. Om te kijken van, goh, waar gaat deze legging over? Ik wil jullie allereerst bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. Het abonneren, het doneren, de liefdevolle, warme berichten op mijn e-mail, maar ook natuurlijk op mijn website. Ook de mensen die geïnteresseerd zijn en waren in de verlengingen en natuurlijk ook in de vele privé-reading aanvragen. We gaan eens even kijken. Hier zitten de twee kaarten voor jullie in, voor jullie groep. Eens even kijken waar het over gaat. Precies de laatste. Oké, nou, we gaan eens kijken voor groep A. Ik heb change, dus verandering. En ik heb honger. Dit is hongerig zijn naar de volle maan. Dus loslaten. Verandering en loslaten. Dat krijg ik voornamelijk door met deze twee kaarten. Verandering en loslaten. We gaan eens kijken wat er uit deze legging komt voor jullie. De 9 van bekers. Je wilt graag genieten. Uitgaan, COVID helemaal vergeten, leuke dingen doen. Dat is denk ik de verandering die je graag wilt aanbrengen. Maar wat je eigenlijk doet is je terugtrekken. Je gaat er nog altijd niet op uit. En dat is denk ik die verandering die je graag wilt doorzetten. Je hebt aan de ene kant je honger naar dat loslaten. Je wil graag er vol voor gaan, er weer vol van genieten. Van alle vrijheden, horeca die open is, etc. enzovoort. En die verandering, die zet je eigenlijk nog niet door. Ik zal zo de kaart allemaal laten zien. Ik weet, ik heb hier een slechte lichtinval, maar ik heb even geen andere plek tot mijn beschikking door de kittens. Dus je wil eigenlijk een nieuwe start maken, gewoon lekker gaan genieten, er volop uit. Maar het tegendeel is waar, je sluit je eigen op, kluizenaarsmodus. Op de een of andere manier kom je er toch niet, ga je er toch niet op uit. We hebben de koning van munten. We hebben de duivel. En we hebben de aas van staven. Dan hebben we de acht van bekers. We hebben de zes van bekers. We hebben de acht van munten.
Dan hebben we de doodkaart. Dan hebben we de keizerin. En we hebben ook nog de koning van bekers. Even kijken hoor. En je bent eigenlijk wel gewend aan die stabiliteit van het huiselijke leven. Het is je eigenlijk niet zo slecht bevallen. Ook al trekt de vrijheid jou wel aan. Dus je wilt wel graag erop uit. Je zou misschien ook misschien wel op vakantie willen. Maar er is iets wat je tegenhoudt. Het kan goed zijn dat je in een bepaalde situatie zit die jou belemmert om die vrijheid te kunnen pakken. Dat kan ook een persoon zijn, dat kan in specifiek kan dat een steenbok zijn. Je voelt je beperkt in je vrijheid door deze persoon of door een bepaalde situatie. En je voelt die passie, je voelt die drang om erop uit te gaan, om dingen te veranderen. Om te genieten van het leven. Die drang, die voel je enorm. Het liefst zou je eigenlijk je stabiliteit met de koning van munten achterlaten. En gewoon lekker als avonturier erop uitgaan. En gewoon maar kijken waar het schip strandt. Want je vindt het tijd voor verandering. Je hebt al lang genoeg thuis gezeten. Die persoon die jou tegenhoudt of de situaties die jou tegenhouden kan zijn herinneringen aan vroeger. Maar kan ook zijn natuurlijk een soulmate. Misschien ben je bang dat je die tegenkomt. Misschien ben je bang juist een confrontatie met een soulmate te krijgen als je erop uittrekt. Kan allemaal. Herinneringen misschien aan vroeger, wat je ook belemmert om erop uit te trekken. Dat zou ook nog kunnen, want er zijn natuurlijk honderden mensen die kijken naar deze readingen. Dan heb ik hier de 8 van munten. Ja, je wilt eigenlijk, die ligt onder de aas van staven. Je wil eigenlijk, je hebt inspiratie om verandering aan te brengen. Je zit volgens mij in een stoffige situatie. Of dat nu een vaste relatie is of een 9 tot 5 baan. Of ja, ergens in een dorp of zo. Je vindt het niet meer. Ja, je vindt het gewoon super saai. Je wil gewoon verandering. Je wil dat avontuur. Als ik dan kijk ook vervolgens naar de doodkaart. We hadden dus die koning van munten en die 8 van bekers. Hè. Je hebt stabiliteit, maar eigenlijk wil je dat omruilen voor avontuur. En ja, je bent echt aan het transformeren. Je wilt echt die vrijheid gaan nemen. En je hebt zoiets van, ik heb bijna 2 jaar thuis gezeten met COVID en ik vind het wel leuk geweest. Ik wil de boel transformeren en ik heb die honger naar meer. Ik wil deze oude situatie loslaten en ik wil lekker gaan reizen. Ik wil de wereldwijde wereld, wereldwijde wereld in. Je wilt de wereld intrekken. Je wilt wat gaan zien. Je hebt het gevoel dat je nu weer leeft. En je wilt dat eigenlijk tot uiting gaan brengen. Nou, iets of iemand houdt dat tegen. Dat kan specifiek een steenbok zijn. Dat kan een soulmate zijn. Of oude gewoontes of gedragingen, gedachten vooringenomen. Zaken kunnen jou ook tegenhouden met die 6 van bekers. Omdat het jou heel veel stabiliteit en zekerheid geeft. Maar toch wint het uiteindelijk die inspiratie die van het stoffige. En ga jij je hart volgen. En ga je toch uiteindelijk uitbreken
En ga je voor die verandering? Maakt jou niet zoveel uit wat er dan op je pad komt. Je hebt al heel erg hard aan jezelf gewerkt met kaart 35, maakt 8. Je wil als het ware uit dat ei komen. Je hebt lang genoeg vastgezeten voor het gevoel en je wilt gaan uitbreken. Dus dat is voor wat betreft legging nummer 1. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste. Welkom de mensen die voor stapeltje 2 hebben gekozen. De lightseers erop. Meteen begint mijn keel op te spelen. Het kan ook goed zijn dat je natuurlijk meerdere decks hebt gekozen. Als dat goed aanvoelt voor jou, dan is dat natuurlijk oké. We gaan eens kijken voor jullie. En voordat ik begin met de tarot, ga ik met dit deck, de Queen of Moon Oracle, ga ik 2 kaarten trekken om een indruk te krijgen van waar deze reading voor jou over gaat. Oké. Even uit het zicht. We hebben release en we hebben darkness. Dus laat de donkerheid, de depressieve gedachten, de donkere gedachten los. Zodat je meer in balans terugkomt, zie ik. Hè, het loslaten, een hele prachtige kaart. Hè, kaart 9, bijna beëindiging van een cyclus. En dan zie je hier eigenlijk de volle maan. Hè? Dan moet je altijd loslaten. En dan heb je hier die donkerheid. Dus je wilt het sobere, het donkere, misschien depressiviteit, een negatieve, misschien wel heel het COVID gebeuren wil je achter je laten. En je wilt terug balans in je leven hebben met nummer 4. We gaan eens kijken. Oké, okay. Ja. Onderliggende kaarten. Ik heb er 2. Dat is de... Even kijken, ik heb er nu 3. Deze, die. En deze moet ik nemen, oké. Okay. Ik heb de 9 van munten en de koningin van staven. Ja, je wilt uitbreken. Je wilt gewoon kijken, wat zijn mijn mogelijkheden? Wat kan ik allemaal doen? Je hebt ambitie, je hebt drive, je hebt lang genoeg thuis gezeten. Lijkt een beetje ook op de reading van deck 1. En je bent toe aan nieuwe uitdagingen. Misschien ga je een nieuwe opleiding doen. Ander werk zoeken. Je bent enorm geïnspireerd. Je bent blij weer die vrijheid gevoel te hebben. Je bent creatief. En je hebt zoiets van, kom maar op, ik heb er zin in. Ik zal zo de kaarten opnoemen. Ik zit ergens onderin. Oké. Okay. De onderste kaart is de Ridder van Staven. Je wil eigenlijk die nieuwe uitdaging, die inspiratie, wil je eigenlijk zo snel mogelijk bewerkstelligen. Het heeft je te lang geduurd, dat binnenzitten of andere zaken. En waar je in vast zat of het gevoel vast in te zitten. Dat kan van alles zijn. Dat kan een baan zijn. Dat kan een huwelijk zijn. Dat kan een relatie zijn. Dat kan een bepaald dorp zijn. Land. Vastzitten in een bepaalde
keurslijf vastzitten in een bepaald beroep of functie wat je eigenlijk helemaal wel gezien hebt. En je wil zo snel mogelijk verandering met die ridder van staven. We hebben hier de hierofant. We hebben de zeven van staven. We hebben de maankaart. Dan hebben we het oordeel. Dan hebben we de drie van bekers. Dus je wil echt gaan genieten. En we hebben hier ook de dwaaskaart. Dus echt die stap in het diepe nemen. We hebben de gehangende. We hebben de acht van bekers. En we hebben de zes van bekers. Oké. Eens even kijken. Die verandering waar je naar smacht, dat heeft te maken ook met jouw spiritueel pad, hoe gek het ook klinkt. Die onrust die je voelt, dat is heel bewust om jou te prikkelen, om te gaan veranderen. En om meerdere uitdagingen op jouw spirituele pad te gaan ontdekken en ontwikkelen. Vijf staat voor verandering, zoals jullie weten. Het kan goed zijn dat je dat door hebt gekregen tijdens meditaties. En dat er toch iets specifieks naar voren kwam steeds. En je weet nog niet specifiek wat. Maar je weet wel dat je het roer wil gaan omgooien. Met de maankaart heb je daar... zou je het liefst volledige vrijheid erin hebben. Maar dat hebben velen van jullie niet. Omdat je restricties hebt zoals beperkingen in luchtverkeer. Beperkingen in het doen en laten. Omdat je bijvoorbeeld financiële verplichtingen hebt. Of je hebt een gezin of kinderen om te onderhouden. Je kan niet zomaar je baan opzeggen en gewoon lekker gaan lamtefanteren. Dus dat is wel jammer, maar jij zou het liefst alles overboord gooien. Vandaag nog vertrekken naar bijvoorbeeld het buitenland, ik noem maar iets geks. En dan gewoon lekker lang leven de lol en lekker ontdekken en gaan genieten. Dat ontwikkelen, die veranderingen op je spirituele pad, dat zullen je uiteindelijk in hogere vibratie brengen. Terug ook in balans. Dan wordt het ook voor jou duidelijk van wat je precies nog mag gaan ontwikkelen en ontdekken. En dat ga je ook heel erg met veel plezier doen. En als je het ontdekt hebt, dan sta je eigenlijk te popelen om die stap in het diepe te zetten. Wat ik al zeg, je gaat dus inzien wat je nog mag gaan ontwikkelen, wat voor potenties je nog hebt op spiritueel gebied, maar ook natuurlijk wat er eventueel nog geheeld kan worden. Maar ik krijg met name door dat door je creativiteit, dat je dan ook heel gemakkelijk en heel ja, bijna onbewust en heel relaxed jezelf ook aan het helen bent. Ja, je loopt duidelijk weg van je verantwoordelijkheden. Je wilt ze niet meer. Je hebt je buik van vol. En met de zes van bekers. Ja, je kiest voor jezelf. Je bent loyaal aan jezelf. Het kan ook zijn dat je in het verleden altijd klaar stond voor anderen. Keuzes hebt gemaakt voor anderen, dus dat je bijvoorbeeld van school afkwam en dat je afgestudeerd was, niet zozeer op iets wat jij leuk vond, maar wat je ouders het beste voor je vonden. Je bent toen ook een baan gaan zoeken waarvan je weet van, nou ja, dan als ik dat neem, dan zijn ze trots op me, want dat heeft een bepaald aanzien of een leuk salaris. Misschien ben je getrouwd met iemand waarvan zij zoiets hadden van, ja, die past goed bij je, of dat is een verrijking voor de familie, et cetera, et cetera. Maar nu heb je zoiets, nee, ik ga vanaf nu voor mezelf kiezen en kijken van, goh, wat wil ik?
En waar ligt mijn hart? Wat wil ik daadwerkelijk? Want je hebt dat al die jaren onderdrukt. Daar ben je nu zeg maar heel erg bewust van. En nu je dus het gevoel van vrijheid voelt prikkelen, gemotiveerd wordt en daar zo snel mogelijk gebruik van wil gaan maken, kan je niet wachten om voor jezelf te kiezen. Je bent enorm geïnspireerd. Je hebt ook eigenlijk een soortement van zelfstandigheid gecreëerd. Want als jij er zomaar op uit wil trekken om totaal het roer om te gooien, dat is niet niks. Daar heb je wel een stelletje ballen voor nodig. Dus je bent niet voor niks de keizerin. En het heeft ook te maken met heel veel zelfliefde. Maar daar heb jij aan gewerkt tijdens COVID. En dat heb je helemaal in balans gebracht. Dus dat is heel erg mooi om te zien. Ik zou zeggen, ga ervoor en geniet er lekker van. Dus dat was dek 2. We gaan nu naar dek 3. Hallo allemaal, de mensen die voor het derde dek hebben gekozen. Fijn dat jullie kijken. We gaan eens kijken wat voor twee mooie orakelkaarten we eerst kunnen gaan trekken, zodat we weten waar de legging ongeveer over gaat. Oké, nou, dan twee mooie kaarten hoop ik. We gaan gauw kijken. Ik ben nieuwsgierig, net als jullie. Eens kijken, we hebben hier geduld en de duisternis. Je hebt heel veel geduld gehad in een bepaalde cyclus, in een bepaalde situatie. Misschien zat je daarin vast ook omdat wij allemaal eigenlijk vast zaten met COVID. Jij moest je geduld hebben. Je hebt ook geleerd om geduldig te zijn. Je hebt de tijd genomen om te doorzien in welke cyclus je precies zat. En je hebt uiteindelijk. Je denkt uiteindelijk een oplossing gevonden te hebben om deze cyclus te gaan doorbreken. Die cyclus kan heel eenzaam en donker geweest zijn. En daardoor wil je nu terug stabiliteit en wil je die cyclus afronden. We gaan eens even kijken wat dat specifiek voor jullie te betekenen heeft. Twee kaarten, onderste kaarten, de vier van zwaarden en de koning van staven. Het kan goed zijn dat die cyclus je een beetje heeft opgebrand, dus dat je nu nog wat tijd nodig hebt. Sorry. Nou, om sowieso los te laten, dat is duidelijk. Maar om ook nog een stukje rust te nemen en om te helen. En als dat achter de rug is, dan zit jij vol inspiratie om al het nieuwe wat op je pad komt, om dat te gaan bekijken, te gaan ontdekken. Oké. Je hebt de schildknaap van de staven. Je hebt de aas van kelken, de koningin van munten, de tien van zwaarden, de zon.
De kluizenaar. En dan hebben we nog de duivel. En we hebben de hoge priesteres. En we hebben als laatste de gehangende. En we kijken even onderaan het dek. Dat is jouw nieuwe start. Als je deze cyclus hebt doorbroken. De aas van zwaarden. Een nieuwe start. Daar snak jij naar. Je bent daar heel geduldig in geweest. En je wil gaan exploreren met de schildknaap van staven. Je bent nieuwsgierig, je hebt passie. Een kinderlijke blik ook. Wat je wil gaan exploreren, dat zou goed kunnen samenhangen met zelfliefde of liefde in zijn algemeen. Ook krijg ik financieel voordeel, krijg ik door. Iets wat je in ieder geval door hebt gekregen via het derde oog. Want je bent heel erg intuïtief van waar je behoefte aan hebt. Je hebt al je tijd genomen met de patience kaart om heel duidelijk te krijgen van hoe ga ik die cyclus nu doorbreken en waar heb ik behoefte aan? Wat wil ik? Nou, dat heb je heel duidelijk. Betekent dat weg met het oude. Hè, de oude cyclus, weg ermee. Kan goed zijn dat je daar dat wat pijnlijk aanvoelt, omdat je daar al jarenlang in zit. En door die zelfliefde komt die zon. Heel veel plezier, heel veel gelukzaligheid. Het kan ook zelfs zo zijn als jij je zo gelukkig voelt, dat je dan automatisch ook een nieuwe liefde aan gaat trekken. Door veel jezelf terug te trekken, door heel veel te kijken naar en te luisteren naar je innerlijke stem, heb jij dus heel duidelijk doorgekregen van waar jouw behoefte ligt. En die ligt dus duidelijk niet bij dat oude. Dat heb je nu wel heel erg goed ingezien. Het kan goed zijn dat je met een steenbok te maken hebt. Dat je daarmee wil breken. Het kan zijn dat het gaat om een partner. Het kan ook zijn dat je bepaalde cyclusie, duivelse, oftewel slechte cyclusie wil doorbreken. Misschien eet je te veel, misschien drink je te veel, misschien beweeg je te weinig. Enzovoort, enzovoort. Vul maar in wat het voor jou is. Dat je de wijsheid ook hebt door in eerste instantie zelfliefde, ander perspectief. Ook de verrijking van dat je inzichten hebt gekregen in het universum of in het goddelijke. Maar natuurlijk ook in jezelf. En je kijkt gewoon heel anders nu naar de zaken als 2 jaar eerder. Dus voor COVID had je echt hele andere ambities, zaken die je wilde doen. Je leefde eigenlijk van weekend naar weekend, hoor ik. En nu ben je heel bewust gaan nadenken. En heb jij dus inzichten gekregen in wat je echt wil. En dan ga je dus een nieuwe start in maken. Heel mooi. Iets wat je, waar je heel veel liefde voor voelt. Iets wat je, waar je hart in ligt. Wat je gelukzalig maakt. Iets wat je wensen in vervulling laat gaan. Maar ook nog eens iets wat jou heel veel stabiliteit brengt. En het is iets spiritueels. Dat krijg ik wel heel duidelijk door. Het kan goed zijn dat je het samen met iemand gaat doen. Ik heb hier de kluizenaar. Ik heb die steenbok. Dat is het niet. Ik heb de kluizenaar. Dus dat is de maagd. Ik heb de leeuw. Ik heb de vis. Ik heb de waterman. Nou ja, dit kan een aardeteken zijn.
de steenbok, de stier of de maagd. En die persoon waarmee je misschien gaat samenwerken op spiritueel gebied, het kan goed zijn dat deze persoon ook heel warme gevoelens voor jou koestert met de twee van bekers. Dus jullie gaan een hele mooie toekomst tegemoet. Bedankt voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.